Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. De gemeenteraad is nu 8 weken op zomerreces geweest en gaat volgende week, dat is op 9 september, weer beginnen met vergaderen. Wat we eigenlijk wel willen weten is, hoe komt nu eigenlijk de agenda van de gemeenteraad tot stand en wat voor soorten vergaderingen heb je zoal? Nou, om dat te weten gaan we praten met de gemeenteraadsgriffie. Allereerst met de heer Hoogstad. Hoe wordt er in deze stad vergaderd en wat staat er de komende tijd allemaal te gebeuren? Ja, in de Dordtse situatie is eigenlijk sprake van twee soorten vergaderingen. Je hebt voorbereidende adviescommissievergaderingen, dat hebben wij 2 keer per maand. En 1 keer per maand een middagraad waarin stukken wat meer ook besproken worden die nadat ze zijn voorbereid in de commissie nog niet helemaal klaar zijn. En omdat we hier in de regio veel samenwerken in de Drechtsteden, is ook 1 dinsdag besteed voor de Drechtsteden dinsdag. Dus dan wordt er niet lokaal vergaderd, maar in de regio. Ja, dat betekent dus een maandelijkse cyclus die steeds terugkeert. Klopt. Ja. En u sprak over commissies, daar worden dingen voorbereid. Om wat voor commissies gaat het dan? We hebben 3 vakinhoudelijke commissies, pijlers noemen we dat. Dat is de commissie fysieke leefomgeving, de commissie sociale leefomgeving en de commissie bestuur en middelen. Ja, voorbereidend. Hoe wordt de inhoud van zo'n vergadering vooraf bepaald? Ja, dat gebeurt op dit moment door de commissies zelf. Dat is niet altijd geweest. In het verleden hadden wij een agendacommissie die voor alle commissies bepaalde van wat er op de agenda zou komen. Maar sinds we zitten nu in een pilot die 9 maanden duurt en nu bepaalt de commissie dat zelf. Dus iedere vergadering wordt het eerste half uur van de vergadering wordt besteed aan het bespreken van wat zijn nou mogelijke onderwerpen. Willen we hier wel of geen tijd aan besteden? En dan geeft de commissie dus zelf aan van of ze tijd willen besteden aan het behandelen van voorstellen of niet. Maar als ik het goed begrijp, raadsleden bepalen de inhoud uiteindelijk. Hè? Dus die komen met onderwerpen in zo'n commissievergadering. Nou, dat kan. Het college kan met onderwerpen komen. De meeste onderwerpen komen uit het college. Dan heb je een collegevoorstel, een raadsvoorstel. En dan is het vervolgens aan de raad om te bepalen of ze er wel of niet over praten. Raadsleden zelf kunnen met onderwerpen komen. Maar natuurlijk ook inwoners van deze stad of maatschappelijke instellingen kunnen ook een bericht naar die commissie sturen. Van hey, jullie zouden daar eens over moeten praten. En eigenlijk komen die 4 stromen bij elkaar aan het begin van een commissievergadering. En dan gaat die commissie zelf aangeven wat ze het meest belangrijk vindt en wat ze het eerst willen behandelen en waar ze veel en weinig tijd aan willen besteden. Ja. Nu bent u zelf ook griffier voor de fysieke pijler. Ja. En wat moet ik bij die fysieke pijler voorstellen inhoudelijk? Ja, belangrijkste thema's die bij de commissie fysieke leefomgeving aan de orde komen zijn bijvoorbeeld alle ruimtelijke besluiten. Ruimtelijke ordening is een belangrijk onderdeel van onze pijler. Maar daarnaast ook zaken als verkeer en vervoer, duurzaamheid zijn thema's die in de fysieke pijler worden behandeld. Dus eigenlijk alles eigenlijk wat te maken heeft met de ruimte, met het beslagleggen van wat gebeurt er nou in de openbare ruimte, komt bij onze commissie aan de orde. Ja, wat voorziet u zelf in de nabije toekomst als belangrijke onderwerpen die aan bod zullen gaan komen? Het is een vrij volle agenda. Ik verwacht wel een druk najaar voor onze commissie. Bijvoorbeeld wat speelt is het thema wind. Windenergie zal waarschijnlijk op de agenda van de commissie komen. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in de westelijke Dordtse oever, het bedrijfterrein dat langs de A16 wordt aangelegd. Nieuwe Dordtse Biesbos, Groene Zoom is nog een eikelpunt van of een belangrijk punt wat voor het reces aan de orde is geweest en wat nu in het najaar tot besluitvorming moet komen, van wat gaan we daar met de rotonde doen. Ja, ja. En ik kan me herinneren, ook vlak voor het reces, dat er nog... De noodklok werd geluid over het wegenonderhoud, dat achterstallig was en dat misschien wel financieel ook tot problemen zou kunnen leiden. Staat dat nog binnenkort op de rol? Het is nog niet in die zin concreet dat het al op vaststaat dat het op een bepaalde datum behandeld wordt, maar dat een van de thema's is die de komende 4 jaar, maar waarschijnlijk ook vooral wel aan het begin van die periode ook op de agenda van de commissie fysiek gaat komen, dat staat wel vast, ja. Meneer Voren, u bent als griffier verantwoordelijk voor de zogenoemde sociale pijler.
Wat moet ik bij die sociale pijler mezelf voorstellen? De sociale pijler omvat alle zaken die mensen in hun sociale bewegingen bezighouden. En dat kan zijn de economie, het kan zijn de cultuur, maar ook vragen rondom hoe het zit met de zorg, hoe het zit met het onderwijs. Eigenlijk alles wat daar omheen speelt, zit binnen het sociale domein. Ja, dus een enorme brede pijler zou je kunnen zeggen. Een hele brede pijler. En ook een hele zware, met name in de nabije toekomst. Ja. Volop in het nieuws, ook landelijk, veranderingen die gaan plaatsvinden. Ja. Taken van het Rijk die naar de gemeente toe komen. Jeugdzorg, WMO, algemene... Met participatie, participatie gebeuren. Ja, want wat je ziet, want in het verleden was het altijd zo dat het sociale gebied was het punt waar mensen het langs over konden doorpraten, maar wat financieel niet zo'n beslag nam op het gemeentelijk budget. Ja. Maar nu met de 3 decentralisaties, waardoor toch het budget wordt overgeheveld naar de lokale overheid, wordt ook opeens het budget heel erg groot. Dus daar zie je een enorme verandering in. En het is ook een verandering die wel moeilijk valt. Hè. Het is, we zoeken allemaal nog naar de juiste weg om dat, om dat goed binnen de kaders te pakken. Ja, ondertussen is er bijvoorbeeld met betrekking tot de thuiszorg al veel onrust in het land. Ook met betrekking tot de jeugdzorg begint het verschrikkelijk te rommelen. Ja. En toch is de ambitie dat vanaf 1 januari, en dat is over een paar maanden, de hele zogenoemde transitie is voltrokken. Ja. Gaat dat lukken? Ja, dat kun je... In de besluitvorming bedoel ik? In de besluitvorming gaat het lukken. Ja. Kijk, de hele ambtelijke organisatie is daar hard mee bezig geweest. De raad heeft dat op de voet gevolgd. Het zijn ook vraagstukken die ook nog buiten Dordrecht spelen. Het is niet alleen maar dat je als Dordtse raad beslist wat gaan we doen. Het is een samenwerking afhankelijk van welk thema je hebt met meerdere omliggende gemeentes. Dus dat maakt het allemaal heel moeilijk. Maar het gaat wel lukken op het besluitvormingstechnisch. Maar iedereen maakt zich, de een wat meer dan de ander, maakt zich wel zorgen over van oké, wat gaat er dan na die 2015 gebeuren? Omdat het gewoon echt een enorme verschuiving is. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat binnen de Griffie ook wel een beetje met zorg wordt gekeken. Want er gaat om ontzettend veel informatie die moet worden verstrekt aan raadsleden die een goed oordeel moeten kunnen vellen. Ja. Lukt dat goed? Ja, kijk, informatie wordt op een goede manier verstrekt, heb ik het gevoel. Mensen krijgen die. Maar in principe, wat ik wel eens zeg, van je kunt er 3 uur over praten, je kunt er 4 uur over praten, maar je kunt er ook 3, 5, 6, 7 weken over praten en dan ben je er nog niet uit. We proberen zoveel mogelijk kennis van de experts in de stad tot ons te krijgen. Dat kan met themabijeenkomsten, met speciale bijeenkomsten die in de adviescommissie georganiseerd worden. Maar je blijft altijd te maken met een beperkte kennis op basis waarvan je het besluit moet nemen. En dan komt er ook nog eens bij dat besluit ook nog eigenlijk genomen moet worden in samenwerking met al die andere gemeentes. Ja. Dus wat ik wel zie is de worsteling bij veel raadsleden dat ze denken oké, dit is een heel erg belangrijk onderwerp. Dit gaat heel veel mensen straks aan. Maar wat kunnen wij er nog over zeggen? Van waar hebben we nog de touwtjes in handen en hoe kunnen we daar nog een controle in leggen? En dat is gewoon een vraagstuk wat het laatste jaar gespeeld heeft en waar ik heel erg benieuwd naar ben. Van oké, straks in 2015 als het dan echt van start gaat, als niet alles goed gaat lukken, hoe pakken we dat dan op? Ja. Hoe kun je daar als gemeenteraad dan je weg in zetten? De planning in de besluitvorming is helemaal gedicteerd vanuit Den Haag, zou je kunnen zeggen. En toch hoor je ook geluiden al dat sommige gemeenten in verzet komen die zeggen van is er geen uitstel mogelijk. Wat zijn de verwachtingen hier in Dordrecht daarover? Ja, ik denk in Dordrecht zitten we redelijk goed op schema. Ik denk dat er niemand in Dordrecht zou zijn die zou zeggen van dat schema was ruim. Je moet echt hard werken en ook al werk je hard, dan nog weet je niet zeker of het gaat lukken. Maar of er echt uitstel zal komen, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Wat ik wel verwacht is dat je op een gegeven moment gaat zien vanaf 2015 dat het toch niet allemaal heel erg soepel loopt. En dat ze dan proberen te gaan schuiven. Maar dat is een verwachting.
Het zou even goed kunnen dat opeens die transitie wel lekker verloopt, dat iedereen daar goed in werkt. Maar je moet sowieso het eerste jaar zien als een overgangsjaar, waarin we gaan kijken van lukt het ook. Mevrouw Lagerveld, u bent als rivier verantwoordelijk voor de pijler bestuur en middelen. Een hele technische term, wat moet ik me daarbij voorstellen? Het heeft voornamelijk een financiële component. Dus zeg maar de wat we dan noemen planning- en controlcyclus, zoals de begroting, jaarrekening, bestuursrapportage, kadernota. Dat zijn vaste momenten die elk jaar weer op dezelfde tijdstip terugkomen. Ja. Daar bestaat het voornamelijk uit. Maar je kunt ook denken aan veiligheid. Veiligheid, openbare orde. Dus veiligheid op straat, maar ook fysieke veiligheid als brandweer. Spoorveiligheid. Daarnaast heeft het ook, zoals het rechtsteden, verbanden zoals gemeenschappelijke regelingen. Wat de technische term weer, waar Dordrecht mee een overeenkomst heeft, die worden ook behandeld in deze commissie. Om eerst eens bij die cyclus stil te staan. U had het over vier momenten waarop zeg maar financiële verantwoording wordt afgelegd. De begroting. Ja. Hoe werkt dat en op wat voor tijdstippen gebeurt dat in een jaar? Nou, de begroting komt er binnenkort weer aan. Dat is in november. En dan gaat de Raad daar allereerst in de adviescommissie voorbespreken. En dan in de middagraad daar plenair over hebben. Maar voorafgaand hebben we ook nog de bestuursrapportage. Dat is ergens in oktober zal dat plaatsvinden. En dat is eigenlijk een soort tussentijds moment. Er wordt misschien wel wat technisch daarin. Begroting kijk je van wat gaan we volgend jaar kunnen we uitgeven 2015. En in het voorjaar wordt de jaarrekening en dan kijk je weer terug van nou ja, wat hebben we uitgegeven, klopt dat allemaal. En met de kadernota, dat is ook in het voorjaar tegen de zomer aan, kijken we weer vooruit, dus eigenlijk nog voorafgaand aan de begroting, wat zijn de plannen voor het jaar daarop? Je noemde ook bij bestuur en middelen veiligheid als een belangrijk onderdeel. Zoals bijvoorbeeld het preventief fouilleren hebben we een aantal maanden geleden hier besproken. Over een aantal weken staat ook het politieplan, het internationaal veiligheidsplan wordt in commissieverband besproken. Dus dat zijn actuele onderwerpen. Even buiten die cyclus, die begrotingscyclus. Wat zijn op korte termijn dingen die te verwachten zijn op de agenda? Nou, in ieder geval dat politieplan is te verwachten. Maar daarnaast ook de kerntakendiscussie. Dat staat in het collegeakkoord en daarover gaat de Raad. Ik meen al 9 september, dus al heel snel ook over met elkaar in debat in commissieverband. De kerntakendiscussie, daar gaat over waar bemoei je als gemeentelijke overheid nog wel mee en niet. Ja, en wat niet meer. Wat we nog wel doen en wat kunnen we eventueel niet meer doen. Wat hoort daar niet bij? Ja, het is een ongelooflijk belangrijk onderwerp waar je ook politiek kunt profileren, maar waar de burger ook heel nadrukkelijk mee te maken krijgt. Ja, die zal er ook zeker bij betrokken gaan worden. Ja, en wordt het een spannend jaar, ook in financieel opzicht. Er zijn allerlei bezuinigingen ook aangekondigd vanuit het Rijk. We hebben het net over die sociale pijler gehad waar dramatische dingen gaan gebeuren. Hoe ziet dat er financieel in de toekomst uit? Vorig jaar werden we als burger betrokken bij de besluitvorming, mochten meedenken over bezuinigingen. Zit zoiets er nu ook weer in? Met die kerntakendiscussie, wat ook wel te maken heeft uiteindelijk wel met een bezuiniging. Dus dat zal zeker spannend worden. Er moet toch ook nog steeds weer bezuinigd worden. En daarbij is wel het plan vanuit het college om de burger daarbij te betrekken. En dan gezamenlijk met de raad zal daar zeker over gesproken gaan worden. En samen met de burger. Nou, we gaan het afwachten. We merken het al gelijk, ook volgende week. Als die discussie gaat plaatsvinden in de Raad. Bedankt. Ja, graag gedaan. 8 weken hebben de raadsleden tijdens het zomerreces kunnen uitrusten van het raadswerk wat ze het jaar daarvoor hebben gedaan. En dat is maar goed ook, want ze staat ze nu een
loodzwaar programma te wachten de komende maanden. Dat hebben we wel begrepen. Met name in het sociale domein gaat verschrikkelijk veel gebeuren, waar heel veel informatie op ze afkomt en ze toch goede beslissingen moeten kunnen nemen. Hoe dan ook, wij gaan van al die raadsvergaderingen verslag doen in rechtstreeks uit de raad, zoals we dat vorig jaar ook hebben gedaan. En ik moet zeggen, ik verheug me er al op. Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan. En hopen ook dat u ook de volgende keer rechtstreeks uit de raad blijft volgen. Tot de volgende week.